Ik stel voor dat we van start gaan, mensen. Laten we kort het voorstelrondje doen. Ik zie 1 of 2 nieuwe gezichten. In ieder geval deze samenstelling zijn we volgens mij weer uniek, zoals eigenlijk altijd. Frank, wil jij beginnen met je kort voorstellen? Wie ben je, van welke organisatie ben je en waarom ben je hier vandaag? Zeker, doe ik mijn microfoon het, eerste vraag. Ja, ik zie mensen knikken, mooi. Mijn naam is Frank Oldhuizen, ik ben technisch consultant en trainer bij Firely. Ik heb onlangs meegedaan aan de Connectathon, FireKinix Connectathon. En nog enthousiaster geworden voor Nuts, dus vandaar dat ik vandaag hier ben. Fijn, dankjewel. Jochem? Ja, Jochem van Hal. Al een tijdje enthousiast voor Nuts. Ik ga zo meteen iets vertellen en dan zal ik ietsje korter of iets langer schetsen wie ik ben, want dat is voor dat punt relevant. Dankjewel. Astrid? Ja, Astrid Egberts, projectleider inzicht in de regio Twente. En al een tijd daarbij betrokken en ook vanuit zeg maar nu de agenda dacht ik van hey, kijkend naar het vervolg. Dit is een meeting waar ik bij wil zijn. Dus, dankjewel. Ik hoop niet dat voor de fut van de maand, die heb ik net afgegooid, maar ik neem maar op andere punten. Oh. Just checking. Ja. Anders moeten we er eentje verzinnen met elkaar, dat kan ook nog. Ja. Oké, Tim. Hallo, goedemiddag. Tim Verdansen, werkzaam bij NEDAP, maar ook bestuurslid van de mooie Stichting Nuts. En doe dat met veel plezier. Mooi, fijn dat je er weer bent vandaag. Dave, je komt net binnen, maar misschien wil je jezelf kort voorstellen. We slaan Dave heel even over. Gaan we door naar Giel. Mijn naam is Giel Smit. Ik ben productmanager bij Nictis voor de langdurige zorg en GGZ. En daarmee ook via e-overdracht betrokken bij Nuts. Super, fijn je weer te zien. Rijn? Rijn Krul. Het is enthousiasteling, houden van software, schrijven van specificaties en dus verlenen van helpdesk en support. Ja, steeds meer werk hè, voor jullie ook. Precies, met alle aansluitingen. Goed je weer te zien. Ron? Ron Robbins, ik ben werkzaam voor VWS op het programma implementatie generieke functies, waaronder ook het landelijk vertrouwensmodel inmiddels valt. En zit daar in de rol als technisch implementatiemanager. Dus, en al een tijdje volgen van de community. Goed je te zien. Taco. Ik ben Taco Nooska van Label. En ik ben daar bestuurder, operationeel manager. Ik zit nu even in een andere setting. Ik zal vandaag vrij zijn, of vanmiddag vrij zijn, om mijn vader even te helpen met zijn nieuwe computer. En dus kan zijn dat ik straks even mijn camera uitzet. Maar ik luister graag mee. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Toon. Oh, jij moet nog iets regelen. Ja, precies. Dat zie ik. Dankjewel. Even kijken. Dave, welkom. Kan je je kort voorstellen? Dankjewel. Ja, Dave van Dijk. Werkzaam bij DNA Medical Group. Een gebied van gegevensuitwisseling. Pop, goed je te zien. Vincent. Vincent van den Berg, werkzaam bij Chipsoft en betrokken bij het Nuts-initiatief om mee te denken en te kijken hoe we kruisbestuiving kunnen verzorgen. Super, goed je te zien. Toon, lukt het met de microfoon? Misschien wel, maar je staat nog op mute, dus daarom kunnen we mogelijk niet horen. Misschien hoor je ons ook nog niet. Zo te zien hoor je ons nog niet. Nou, dan wacht ik even tot het allemaal aan jouw kant werkt. En dan heb ik, als het goed is, iedereen die er nu is gehad. Dan is ons volgende punt om even naar de agenda te kijken. Jezelf. Oh ja, tuurlijk. Dankjewel. Sergej Middendorf van Miles Ahead. Vanaf het begin bij Nuts betrokken. En ook bestuurder samen met Tim en een aantal anderen van de stichting. De agenda bestaat uit een paar updates over de techniek, een paar vanuit het ondersteunend team en ook vanuit het bestuur. En dan hebben we even een update vandaag centraal gesteld van de ontwikkelingen binnen de toepassingen op Nuts.
En daarbij komen er in ieder geval vier aan de orde. De ANW, zorg, toepassing, de e-overdracht, de Baby Connect of integrale geboortezorg toepassing. De BGZ, als Jorrit komt, die heb ik nog niet gezien. En KikV heb ik met Bram van der Sluis overlegd. En die wil graag in juni daar een wat uitgebreider update over geven. Omdat ze dan ook weer een stapje verder zijn met hun pilot. Dus dat is het hoofdprogramma eigenlijk voor vandaag. Zijn daar nog aanvullingen of opmerkingen bij? Ja, ik het punt van net, dat FUT, waarom heb je die eraf gehaald? Ik kon eigenlijk niks verzinnen deze maand. Er is ook niks echt op ons pad gekomen waarvan je zegt, hé, dat is een gerucht over nuts wat wij uit de wereld moeten helpen. Je zou zo meteen na de update van het ondersteunend team en het bestuur zelfs kunnen concluderen dat er op dit moment de wind eigenlijk wel een beetje mee zit. Dus, ja. Okay. Maar misschien heeft iemand er eentje. Nou, ik heb er misschien nog wel één, maar ik moet op tijd weg, dus ik durf hem eigenlijk niet in te brengen. Nou, noem hem, dan zetten we hem op de reservebank, Jochem. Ja, zeker als Astrid voor de FUT gekomen is, dan is dat misschien wel... Een nuts doet alleen hackathons om dingen op te lossen. Nee, ik kwam met name voor de toekomstige ontwikkelingen, niet voor de fudge. Maar ik ben geïnteresseerd wat het is. Maar... Ja, het is geen fudge. Het is een cliffhanger, hè, dit. Fudge is iets anders. Maar kan je nog een keer herhalen, Jochem, want ik hoor hem niet helemaal goed. Nuts gebruikt alleen hackathons om dingen echt op te lossen. Nou, ik heb nog wat moeite die te plaatsen. Wat is daar inderdaad, wat voor onzekerheid genereert dat? En twijfel? Nou, dat als je maar dat is meteen een bruggetje naar mijn ANW-casus zometeen, zeg maar even. Dat ik dan het verwijt krijg, even, maar dit is iets te zwart-wit en iets te kort op de bocht. Van ja, nuts, allemaal best leuk en ze doen best knappe dingen. Maar is het ook bestendig, werkt het over 10 jaar ook nog? Want wat ik steeds zie is, dat doen ze een hackathon en dan is het juichen, foto's. Sommigen voegen daar nog wat nadere dingen aan toe. Van ja, champagne drinken kunnen jullie. Maar ja, en dan? Oké, nou, dat is een goeie. Die onthouden we even voor straks. Als we met z'n allen, dat is een interessante, dan pakken we die gewoon even beet. Ad hoc. Ja, dat past wel in mijn opmerking van 2 weken terug of zo. Dat we misschien hackathons ook anders moeten gaan noemen. Ja. Ja, en we hebben zo meteen ook een alternatieve naam, denk ik. Dat zal het bruggetje zijn wat Jochem al maakte naar zijn case. Nou, dan hebben we al heel wat cliffhangers ingebouwd over onderwerpen die nog gaan komen. Leuk. Stel ik voor dat we teruggaan naar de volgende. Toon, heb jij inmiddels je audio werkend? Zou je nog kort voor willen stellen voordat we van start gaan? Ik alles werkend heb, inderdaad. Ja. Hallo, ik ben Toon Wezenberg, werkzaam bij Stichting Care Codex. En gedeeltelijk actief voor Baby Connect. En nu ook voor IKNL palliatieve zorgplanning. Of proactieve zorgplanning en dan het registratieformulier daarvan. Dus meerdere invalshoeken nu vanuit de zorg om gegevens te delen. Super, fijn dat je er bent. Top. En fijn dat je audio het doet, ook voor zometeen. Dan, stel ik voor dat we naar de updates gaan. Is er iemand die een update over de techniek heeft voorbereid of die bereid is ad hoc daar kort even een stand van zaken van te delen? Oorspronkelijk hadden we een item over OpenID. Voor verifiable credential issuance op de rol staan. Wilden we iets breder trekken in het kader van het belang van de gemeenschappelijke standaarden daar. Maar dat hebben we doorgesproken naar de volgende. Dus voor mij daar is geen update. Oké, dus de volgende community meeting, 6 juni op mijn hoofd. Een wat breder getrokken onderwerp rondom de verifiable credentials, Rijn? Yes, klopt. Top, dankjewel. Nou, dan houden we het qua techniek daar even bij. Vanuit het ondersteunend team wilde ik 2 dingen delen. En de eerste daarvan is dat wij wel blij zijn dat de minister in de brief aan de Kamer over het landelijk dekkend netwerk van zorginfrastructuren concreet ook het groeipad TWIN een keer nuts heeft genoemd als een manier om daar te komen. We hebben in deze setting al wel vaker natuurlijk gesproken over het groeipad en de samenwerking met het stelsel en de plek van nuts daarin. En daar hebben we de afgelopen jaren hard aan gewerkt om daar een passende plek te krijgen en ook relaties aan te gaan met de andere onderdelen van het stelsel.
Maar als je daar kritisch naar kijkt, is dat toch een heel technisch achterkamer. En nou, dat is een beetje negatief misschien, maar in ieder geval polder circuit waar je dan in zit. En doordat de minister het in zijn brief noemt, komt het nu ook echt in het democratisch proces terecht, naar de Kamer. En dat is wel een mijlpaal, denk ik, waar we met z'n allen even bij stil mogen staan. En waarbij we ja, echt heel blij zijn dat na lang hard werken nu dat punt bereikt is. En we met partijen ook in gesprek kunnen van, nou, hoe gaan we dan in de context van het Integraal Zorgakkoord samen, ieder vanuit zijn kracht, ja, die relaties ook echt maken, zodat dat landelijk dekkend netwerk kan ontstaan. Dus dat is iets, nou ja, ter informatie, maar ook wel een beetje om te vieren, denk ik, om te delen. Jee. Campagne. En zijn daar aanvullingen op? Ron, kan jij er iets over zeggen vanuit VWS bijvoorbeeld? Wat betekent dat bij jullie? Jazeker. Eigenlijk opvolgend op die brief is natuurlijk ook bij VWS gekeken. We zijn binnen het programma Generieke Functies druk bezig met het maken van keuzes of het voorbereiden op keuzes waar we naartoe moeten met die generieke functies. Welke inrichtingsprincipes om daarna nog stukken te realiseren en daarna te implementeren. Nou, bij generieke functies, met name identificatie, authenticatie, autorisatie, maar ook infrastructuur, toestemming, heeft allemaal met vertrouwen te maken. Hè? Dus dat landelijk vertrouwensmodel, dat zien wij ook. Dat zat nu nog, of zit nu nog bij Twin. Dat zit dan in de VZ-VZ-hoek. Daarvan is eerder al geconstateerd van, nou, misschien moeten we dat maar eens naar een onafhankelijk level tillen. Ja, dus wij zitten daar, wij zijn daarmee bezig. Het is ook onderdeel van het programma Generieke Functies nu. van daaruit zoeken wij contact met partijen om invulling te gaan geven aan dat landelijk vertrouwensmodel. Dus ook wij zetten daar stappen in. En eigenlijk met hetzelfde doel voor ogen zoals jij dat net schetst, Sergej. Ik was natuurlijk iets te laat, maar waar ben jij van, Ron? Ik ben van VWS. Ik ben technisch implementatiemanager op het programma Implementatie Generieke Functies. Oké. En als ik, misschien heb ik dan zitten pitten in de recente tijd ook. Niet alleen vandaag dan, maar het landelijke vertrouwensmodel. Sinds wanneer hebben we dat en van wie is dat dan? Nou, dat hebben we nog niet. Daar moeten we aan werken. Alleen... We vinden dat belangrijk, hè, dat vertrouwensmodel er komt. Twin is met een vertrouwensmodel bezig. Hè. Nuts is misschien ook een vertrouwensmodel, zeg maar. Dus er zijn meerdere bloedgroepen, zoals ik het altijd maar noem in Nederland. En dat moeten we bij elkaar brengen. Hè, want uiteindelijk moeten we met elkaar informatie uit gaan wisselen. Dus wij zien de behoefte aan een landelijk vertrouwensmodel, zien wij zeker. En wij willen daar ook... regie oppakken en invulling aan gaan geven. Dus wij pakken die handschoen vanuit VWS op. Ja, precies. Dat is de vraag natuurlijk van Tom, maar dat is dus VWS inderdaad. Ja. Nee, oké, die is glashelder dan. Oké. Voor mij, sorry. Ja, en dat is denk ik ook nieuw. Hè? We hebben het met z'n allen altijd heel lang over gehad dat sinds 2011 VWS eigenlijk een beetje afstand heeft en zegt van nou, het veld lost het dan wel op met elkaar. En je ziet heel duidelijk dat VWS daar nu regie aan het nemen is. Oké. En dat voelt wel. Daar zit de juiste urgentie volgens mij achter. Ook dat ISA geeft toch een soort nieuwe samenhang aan waar we het over hebben met elkaar. Een soort nieuwe taal. Waardoor het ook wel voelt alsof iedereen vanuit zijn kracht daar zoekt naar hoe gaan we daar nu echt iets mee doen met elkaar. Dus ik denk echt een hele goede ontwikkeling, ook voor Nuts. Super. Dat is één. Het tweede is, ik heb in deze meetings een paar keer geleden het plan, denk ik, gepresenteerd wat we hebben gemaakt na het rondje met alle deelnemers en het onderzoek dat we hebben gedaan, hè, over Nuts als een gezond open source software ecosysteem. En daarbij zat ook een begroting en een financieringsvraag. En ik denk dat het goed nieuws is om te melden dat die begroting en die financiering nu ook voor een groot deel rond zijn. Veel van de deelnemers in Nuts hebben daar nu een toezegging op gedaan. En degenen die dat nog niet hebben gedaan, die zijn daar nu, as we speak, ook in hun directies nog besluiten over aan het nemen. En de verwachting is dat we in ieder geval een jaar vooruit kunnen kijken nu qua financiering. Dat geeft ons ook de tijd om over meer structurele vormen weer na te gaan denken. En daarover ook het gesprek te gaan voeren met de alsmaar groeiende community.
Dus dat, ja, dat geeft wel een goed gevoel over de ondersteunende functies voor de community, het netwerk. En dus ook de duurzaamheid en de doorontwikkeling van Nuts. Dus fijn om dat ook hier te kunnen delen. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdpunten uit het ondersteunend team voor vandaag. Super. En ik denk dat ik ook namens het bestuur, dus zet ik even een andere pet op, bestuurder van Nuts, kort kan zeggen dat we daarvoor, om dat goed voor elkaar te krijgen, een kleine reorganisatie hebben doorgevoerd. Thomas Ferguson is nu de penningmeester van de stichting. En ik was dat en ben nu gewoon algemeen bestuurder geworden. Want een aantal van de mensen waarmee we spraken had terecht ook wel de feedback van, hey, als je dan Miles Ahead vraagt om een deel van de ondersteuning van het netwerk ook betaald uit te voeren, dan is het niet handig als dezelfde persoon die dat aanneemt ook een penningmeester is in dat bestuur, wat de financiering moet verdelen, et cetera. Dus we hebben onze governance eens goed bekeken en de administratieve organisatie opnieuw ingericht, zou je kunnen zeggen, met de juiste rollenverdeling, zodat we dat zuiver kunnen houden naar onze financiers, maar ook naar elkaar. Dus dat is denk ik vanuit het bestuur belangrijk. En Thomas en Mark hebben het dan ook op zich genomen om de initiële begroting die in dat plan zat een keer opnieuw te bekijken en over 3 jaar uit te strekken en activiteit gebaseerd te maken in plaats van resource gebaseerd van welke mensen gaan dat doen, meer van wat hebben we nodig en wat moet daarvoor gebeuren, wat kost dat dan? En vervolgens met Miles Ahead het gesprek aangegaan van wat is daar dan een faire prijs voor om die dienst daarvoor een deel in te verrichten. Dus dat hebben we netjes daarna ook gespeeld, dat spel. En dat in de afgelopen bestuursvergadering ook vastgesteld met elkaar. Dus dat geeft ook aan onze kant, denk ik, qua organisatie en bestuurlijke verantwoordelijkheid, de voorwaarden om, waar we het net over hadden, die relaties in het veld goed aan te gaan en te gaan zorgen dat we onze rol in dat landelijk dekkend netwerk kunnen gaan vervullen. Dus, dat zijn volgens mij de updates die wij wilden delen. Zijn daar nog vragen over? Ik had ook nog een kleine update. Tim. Had je die ergens in de agenda gepland? Nou, hier denk ik dan. Want maar of dat gepland was, dat moet je dan afvragen als ik het zo ad hoc zeg maar moet zeggen. Nee, dat is wel duidelijk. Ik zou het bijna vergeten. Ja. Nou, dat is helemaal prima. Dan breek ik even in deze agenda. We hebben ook, ik weet niet of dat dan vanuit de stichting of vanuit het ondersteunend team gepresenteerd moet worden, maar we hebben de Nuts website gisteren eind van de middag een nieuw likje verf gegeven. Misschien hebben sommigen van jullie het wel al gezien. Ik zal hem even trachten te delen. We hebben de stijl veel meer in lijn gemaakt met de animatie en de andere marketinguitingen die we hebben, en veel minder geënt op hoogspanningsmasten, waterleidingen en andere nutsvoorzieningen. Dat was een beetje het thema van de vorige. Dus het ziet er nu allemaal wat frisser uit. De video heeft een prominente plek gekregen. Het menu is nog hetzelfde menu, zit ook op dezelfde plek. Maar zit nu ook onderaan hier. Er zitten alle links. Dus als je de pagina gelezen hebt, kun je snel weer door naar de volgende. Alle deelnemers die schuiven nu door het beeld. Omdat het wel een hele lange lijst begon te worden. En we hebben met name ook deze teksten een beetje opgefrist. Dus waar voorheen de voorpagina eigenlijk niet zoveel bevatte over wat we nou eigenlijk doen en wie we nou eigenlijk zijn, we hebben geprobeerd hier in een echt superkort Jip en Janneke dan iets langer, iets meer inhoud, hoog over, dan nog iets dieper op de materie in, iets technischer, zeg maar in fases en gradaties, de gebruiker of de kijker, de lezer mee te nemen in het verhaal van Nuts. Verder is de website, design is overal, de softwarepagina pakken, design is overal meegenomen, maar de inhoud van de site is verder op dit moment hetzelfde. Het nieuwe design hebben wij te danken aan Hio en de implementatie aan Dylan, die dat deels bekostigd, maar deels ook Prodeo heeft gedaan voor ons. Dus daar zijn we heel blij mee. Mooi. Wat doet die dokter precies, Tim? Want dat, vroeg Steven ook al. Waarom gooit hij een orgaan in de prullenbak? Maar het is een... Ja, ik dacht een rollade. Maar, het is een beetje een intern grapje. Maar misschien moeten we dat iets duidelijker zien te krijgen. Hij gooit de faxmachine weg. Nee, dat is niet te zien. Dat is wat hij doet.
ik denk inderdaad ook, hij heeft iets gesneden en dat staat hij in de prullenbak te gooien. In maar, het kader van de duidelijkheid zou ik geloof ik toch, nou ja. Nou. Ja, nou, als je de video erbij kijkt, dan komt diezelfde faxmachine komt in de video ook nog weer terug. Maar misschien willen we even nu, een ander plaatje daarvoor. Ik begrijp nu het grapje, maar ik zou dan, ja. Oké, dankjewel voor de feedback. Mochten jullie nog dingen zien die niet werken, dode links of dingen die niet mooi zijn, laat het even weten, dan pak het op. Fijn Tim, dank. Ja, leuk. Heeft ook best lang geduurd dit project. Ja, maar toch, het komt gewoon tot een apotheose vandaag, dus dat is hartstikke mooi. Was het agile of waterfall? Dit was redelijk waterfall, ja. Ja, de waterfall was een poosje bevroren, denk ik. Dat is cool. Denk het ook. Het is toch, wat in het vat zit verzuurt niet en het is netjes opgeleverd nu. Ik ben er heel blij mee, het ziet er goed en fris uit. En, het werd tijd. Mooi. Dank. Dan zijn we toe aan de updates over de toepassingen van Nuts. En Jochem heeft gezien zijn beperkte tijd vandaag gevraagd of hij als eerste mocht. En dat mocht van mij. Dus Jochem, wil jij ons bijpraten over de ANW-zorg toepassing? Ja, dat wil ik. Jochem van Hal, ik zei al, ik zal even ietsje meer vertellen over wie ik ben. Ik zal eerst beginnen met een vraag. Taco Jan, als ik je mag vragen, hoe oud is jouw vader? Net 80 geworden. Kijk. Dank. Mijn moeder is 79 en jij zorgt voor zijn laptop. Ik zorg voor mijn moeder in zijn geheel. Dus ik ben behoorlijk mantelzorger voor mijn moeder. Dus werkzaam in de VVT-sector, zou ik ook willen zeggen. Mede door de casus van mijn moeder ben ik 10 jaar geleden met e-logos begonnen. En maakten wij betekenisvolle informatisering voor kwetsbare mensen. Zowel in de zorg als in de gemeente. Dan meteen naar nu. Nuts maakt volgens mij een vertrouwensmodel of een laag, waardoor we inderdaad met vertrouwen dingen uit kunnen wisselen over het internet, om het even zo kort samen te vatten. Maar als ik dan weer even terugga naar mijn moeder, dan is de zorg, nou ja, matig geregeld. Maar 4:55 vrijdagmiddag moet iemand de zorg overnemen van de huisarts als het in het weekend niet goed gaat. En ANW staat dan ook voor avond, nacht en weekenddienst. Oftewel, als de huisarts tussen haakjes zijn deuren sluit, moet iemand anders die zorg overnemen. Dat even als introductie. In de live bijeenkomst van Nuts in Apeldoorn van 3 maanden geleden, werd er een pitch gehouden door een programmamanager, IO, en door iemand die bij een ANW-bedrijf werkt. En die zei, kunnen wij Nuts nou niet op de een of andere manier ook gebruiken voor ANW-zorg? Zou dat geen use case of toepassing, moet ik zeggen, kunnen worden? Binnen de overheid zijn verschillende zaken besproken, maar er zijn prioriteitenlijsten, maar daar stond ANW-zorg niet op. Maar dat wil niet zeggen dat het probleem van overdracht en zorginzage er niet is binnen de ANW. Sterker nog, het land roept daar nadrukkelijk om. Dus werd daar een oproep gedaan. Daar ben ik op ingestapt. Als in, ik heb gezegd, kan ik helpen? En nou komt er een haakje naar het hackathon FUT stukje. Toen werd er gezegd, nou, misschien hackathon of wat dan ook. Maar toen zei ik, nou, misschien moeten we toch eens even ook met alle respect voor Nuts kijken naar niet alleen de techniek, maar ook naar allerlei andere zaken die misschien wel implementatie en borging wel in de weg zitten. En dat is natuurlijk techniek, happy flow, goede app, whatever. Maar dat is soms ook macht, ego, geld, belang, whatever. Dus, en dat is een nieuw woord, we hebben hackathons. We hebben, hoorde ik net al, connectathons. Maar we hebben sinds kort nu ook een service design week aanpak. Kortom, er is een nieuw soort aanpak. Die lijkt op de Google Design Sprint. En dat is dan meteen de inhoud. Waarschijnlijk gaan wij op 25 september gaan wij in een week een service design doen rondom de ANW-casus. En service design is iets anders dan hackathon. Wie kent even dan hand omhoog überhaupt een service design aanpak of een design sprint? Iemand? Ja? Service design ook? Oké. Okay. Een design sprint, dan maak je echt iets fysieks. Een nieuw soort waterfles bijvoorbeeld. En bij service design maak je meer een soort concept met meer beleid, zeg maar. In een service design week mag je ook nog steeds iets technisch opleveren overigens. Maar het is dus breder, dat is eigenlijk het belangrijkste, dan een hackathon.
Wat je doet, is dat je op de maandag, even heel kort door de bocht, dat je op maandag alleen maar over problemen praat. Op dinsdag praat je over frames van al de 300 problemen die er zijn op ANW-gebied. Je kiest er een aantal. Woensdag werk je die uit. Donderdag valideer je die met de klant. En vrijdag lever je die op. Kortom, je kijkt ook naar politiek, macht, geld, ik wil niet, ik durf niet, enzovoort. En ook naar de techniek. Daar heeft Actis van gezegd, en nou moet ik even een ander mailtje erbij pakken. Ik heb de nut. Actis van gezegd, dat willen wij graag. E-care doet mee met die week. SDB-groep doet mee. NEDAP doet mee. Gerimedica doet mee. Innovation en zorgdomein denken er nog even over na. En Pink Rokade doet nog even niet mee. En waarschijnlijk wordt het de week van 25 september. En het is dus het service designen met op vrijdag een oplevering van een inzicht in hoe wij de ANW-casus, de ANW-toepassing in Nederland, draaiende gaan krijgen. En Arjo Rozenboom, Jerry Fortuyn en Jochem van Hal, zijnde ik, trekken hieraan, organiseren dit met een oproep aan nou ja, ongeveer iedereen die of iets weet van ANW of iets wil met ANW. Doe mee, denk mee, geef input, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Super, dankjewel Jochem. Zijn daar aanvullingen op, vragen over? Week van de 25e september, zei jij Jochem. Waar melden wij ons aan? Heb je ergens iets op schrift waar we op kunnen reageren? Nou, dit wordt opgenomen, dus bij deze heb je dat gedaan. Dank je. Maar over deze enrollment, zou ik maar zeggen, daar zijn we nog even over bezig. Het was best een gedoetje, we zouden het eerst in april doen. Ik denk 12 mei is april al geweest. Kortom, we waren best even bezig om het georganiseerd te krijgen. Dus we zijn, en we hebben dit net min of meer vastgesteld. Dus we gaan zo snel mogelijk nu aan dit soort praktische dingen invulling geven, Giel. Oké, maar nog één keer de week voor de zekerheid? De week van 25. Voor iedereen die IHE-enthousiasteling is, dat is jammer genoeg ook precies de week van de Connectathon van IHE. 25 september, zei je, hè? September. Ja. Ik zal hem even in de netagenda erbij zetten. Hoe zal ik hem noemen? Service Design Week? Service Design Week, ANW. Avond, nacht en weekend, dienst, toepassing. Een vervolgvraag. Want wat is het idee daarna? Want ik begreep inderdaad dat dit was uitgesteld. Hè? Want volgens mij is er een heel grote behoefte aan deze use case. Hè? En met name omdat het een inefficiënt proces is voor een individuele zorgaanbieder. En dat je daardoor andere organisatievormen ziet. Dus vandaar even, van, is er een idee bij een tijdlijn daarna? En wat er dan opgeleverd moet worden? Nou, je stelt een hele goede, eigenlijk niet vervolgvraag, maar hoe heet dat in films ook weer? Dan heb je een sequel, maar dit is een de prequel of zo. Ja, je lijkt een vervolgvraag te stellen, maar eigenlijk was dit de prequelvraag. Want mensen die mij kennen, ik ben uiterst eigenwijs. Dus een van de redenen dat het niet doorging, was dat ik zei, wat gaan we nou de week doen daarna? Dus wat we eigenlijk doen we deze week, niet voor die week, niet voor die vrijdag de oplevering, maar voor de maandagochtend erna. En omdat wij onvoldoende even, toch maar even een klein tipje van de sluier, handen op elkaar kregen om daarna ook stevig door te kunnen en willen pakken, hebben wij die week steeds niet gedaan. Dus juist jouw vraag is een van de redenen dat het niet april, mei of samen met Jorrit bij HL7 is geworden, of in juni in de Dutch Design Week, maar dat we dus in september zijn uitgekomen. Omdat wij met de IT-bedrijven die ik net noemde, wel hebben gezegd, als jullie geen mogelijkheden zien om het daarna door te pakken, door te ontwikkelen, echt in te zetten wat we maken, ja, dan kunnen we die week beter niet doen. En dat was, als ik het heel kort samenvat, best een ingewikkeld gesprek met verschillende actoren, precies deze vraag van jou eigenlijk. En daar zijn we min of meer uitgekomen. Maar dat is ook de reden dat we dus geen hackathon alleen doen en geen connectathon doen, maar dat we een service design week doen. Want er waren best wat mensen die zeiden, ja, maar het zit niet per se in de techniek. Met alle respect voor alle mensen die heel goed zijn in techniek. Maar het zit ook soms gewoon in nou ja, afspraken die je maakt, roadmaps die niet kloppen enzovoort. Dat is niet altijd techniek. En daar gaan we in deze week nadrukkelijk wel aandacht aan besteden. Vandaar dat we verbreden van de hackathon. En dat we het ook over dit soort vragen hebben. Om te zorgen dat de maandagochtend 9 uur na deze week mensen al met een zekere, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid echt aan het werk kunnen met wat we maken.
Ja, kortom, een hele goede vraag. Mooi. En zijn er nog meer vragen? Ik kan hier nog kort op aanvullen. Ik heb met Jerry in mijn rol als bestuurder onlangs ook gesproken met de commissie Digitaal Denken en Doen van Actis. Ja. En daarin zitten zowel bestuurders als beleidsondersteuners van Actis. En daar kwam dit ook ter sprake van hoe kunnen we nu samen iets van prioriteiten stellen in de toepassingen voor samenwerking in de langdurige zorg. Accepterend dat de capaciteit van leveranciers ook beperkt is. En dat we zeg maar, aan de ene kant zeg maar, een landelijk netwerk, een aantal landelijke prioriteiten hebben zeg maar, over alle sectoren heen. Hè. Dat wordt vanuit dat nieuwe digitale transitieorgaan zo meteen opgepakt. En had het informatieberaad natuurlijk ook al op een rijtje staan. Het ISA, de gegevensuitwisselingen rond de WEGIS. Maar elke sector zelf heeft ook zijn hele specifieke behoeftes. En we zijn ook met de directie langdurige zorg in gesprek. Die zijn namelijk bezig om de scenario's voor hè, na e-overdracht. Misschien komt Giel daar zo meteen nog wel even op uit te werken. En ook daar zie je van, hey, wat is nou generiek landelijk? En waar moet ook langdurige zorg gebruik van maken? Wat uit in feite de directie informatiebeleid wordt aangestuurd. En wat is langdurige zorg specifiek? En kan je dan in je eigen sector met elkaar organiseren? Natuurlijk wel gebruikmakend van datzelfde netwerk, et cetera. Dus er zit een hele sterke afhankelijkheid. Maar je wilt ook iets van doorontwikkeling van je eigen sector. Want je kan niet alles plat slaan op landelijke programma's. Dus die gesprekken voeren we ook. En de commissie sloot ook al aan toen we onlangs voor de e-overdracht even die spoedvergadering hadden met elkaar. Toen waren er ook een aantal van hen bij. Dus ik voorzie dat we tussen de deelnemers en Actis dit soort gesprekken ook samen kunnen voeren. En misschien moet dat ook op de een of andere manier terugkomen in die Design Week, deze governance-achtige aspecten. Zeker, dat, precies wat jij nu terecht aanvult, juist die governance-aspecten, dat is de verbreding van, zeg maar, als je het dan hebt over Hackathon, Connectathon en dan nu Service Design Week, het bouwt op elkaar voort, zeg maar. Maar juist governance toevoegen is een van de aspecten die we dus juist gaan doen tijdens de Service Design Week. Hier kan ik dan nog een klein beetje op aanvullen, dat is een voordeel als het wat langer duurt, dat wij ook verkennende en inmiddels interessegesprekken voeren met zowel Zorgverzekeraars Nederland als zelfs de Nederlandse AI-coalitie die aan het kijken zijn hoe kunnen wij healthcare nou versnellen, onder andere ook in relatie tot al die wetgeving die er nu is. En die zeggen ook van ja, eigenlijk is dit wel prachtig om eens te kijken of we met artificial intelligence, met techniek, daadwerkelijk die zorg nu eens een stap verder kunnen helpen. Zo zijn er dus meerdere partijen die echt al meekijken zijn. Kunnen we nu samen de schouders onder dit soort dingen zetten? Dus dat is eigenlijk wel mooi, denk ik. Ook voor de vraag van Astrid. Hoe kunnen we het daarna zodanig borgen dat het bij wijze van spreken ook ingekocht wordt, om het maar even zo te zeggen. Maar goed. Ja, want het is met name nu een organisatorische oplossing, een bedrijfsmatige oplossing om het efficiënt te organiseren. Het gaat niet eens zozeer om het inhoudelijke, hè? Want iemand moet gewoon 's nachts naar het toilet geholpen worden. Hè? Dus dat kun je niet door artificial intelligence laten doen. Nee, nee. Maar organiseer je dat nou, zeg maar, kostendekkend? Dat is eigenlijk het, zeg maar, het onderliggen. En daarom is het wel mooi inderdaad dat je met name die governance inderdaad, en dat de techniek is hier. En dan wel zeggen mensen dan gelijk, zorgverleners, ik wil terug kunnen schrijven, ik wil, hè, ze willen dan vervolgens een makkelijk proces, maar er zit een andere een laag onder. Ja. Ja, er zit ook een andere laag onder, want in de presentatie, maar daar was denk ik niet iedereen bij in Apeldoorn, waren er ook zorgverleners bij, die over die ANW-casus nou bijna gewoon riepen, maak het nou gewoon. Want die zeiden ook wel praktisch, als ik om 1:05 heb ik niet één systeem waar ik mee moet werken, maar zijn er 7 potentiële systemen. En de een schakelt automatisch uit na 10 minuten, de ander na 30 minuten. Dus als ik al ingelogd ben om 1:05, is het eerste systeem om 11:05 alweer uitgelogd. Ja, en ik moet het hele weekend dienst doen. Nou ja, dit soort hele praktische dingen spelen ook. Ja, met name eigenlijk. En dat bedoel ik. Ja, maar dat is bedrijfsmatig, het is een organisatorische oplossing. Ja. Ja, maar goed, ik ben het met je eens. Maar juist die verbreding, dat is nou net de intentie om die aan te pakken. Ja. Zijn er nog aanvullende vragen of is het even goed zo? Dan heb ik nog minimaal 1 verzoek. Want ik zou aan Jorrit Spee toevallig. Ik zou met Jorrit meedoen met HL7. Ik zou het heel fijn vinden als, en dat is mislukt, sorry Jorrit. Maar ik zou het heel fijn vinden als jij die week met name ook even vrijhoudt. Want ik heb je keihard nodig die week. Dus dat is even nu heel specifiek. Maar daar hoef je niet nu op te reageren. Oké, ja. Ik was heel hard aan het werken aan mijn eigen slides voor mijn update zo meteen. Dus ik weet niet wanneer de week is. Maar ik ben erbij. Zeg maar gewoon ja. Dat is prima. Ja, is goed. Ik ben er gewoon. Oké,
Oké, nou dat is dat geregeld. En het laatste is, maar dat is een stukje marketing, sorry, maar we hebben 24 mei het Data Driven Healthcare Congres in de Jaarbeurs in Utrecht. En daar gaan we het juist ook over allemaal van dit soort dingen en ook over die why en hoe verbreden we dat nu hebben. Dus jullie zijn allemaal van harte welkom op 24 mei in, hoe heet het, in Utrecht. Als je mij een DM stuurt, kan ik iets voor je regelen qua binnenkomen. Mooi. Dus dat was hem. Dankjewel, Jochem. Dan gaan we nu naar de EO-overdracht. Giel, jij zou daarvoor het woord voeren. Ja, bij EO-overdracht naderen we het einde van het inzichtprogramma. Dus je ziet dat ook gewoon in de activiteiten terug. Een groot aantal leveranciers is in Q1 en begin Q2 gekwalificeerd voor de standaard. Er zijn inmiddels ook de nodige POC's uitgevoerd. Op basis van die POC zie je eigenlijk dan wel dat we eigenlijk op alle vijf lagen van het NICTIS vijf lagen model nog wel een weg te gaan hebben en ook nog veel lessen zien. Zit hem in de governance, zit hem bijvoorbeeld in het aanmeldproces. Specifiek punt in het aanmeldproces wat we natuurlijk geraakt hebben in relatie tot nuts is identificatie. We zagen dat identificatie in ieder geval zo'n weerstand op dit moment opriep in het veld, dat we toch hebben gekeken van welke mogelijkheden hebben we daar om naar een lager niveau van identificatie van zorgverleners te gaan. Daar is ook vanuit de nutscommunity natuurlijk een oplossing toe aangedragen. Dus we zijn nu ook aan het kijken hoe we dat tot implementatie kunnen brengen. Ander punt wat daarin zit. Is Giel, ja? Giel, vraag je. Oplossing aangedragen door Nuts. Ja. Kun je die delen met me? Ja, er staat volgens mij een goede presentatie online op het YouTube-kanaal. Misschien kunnen mensen van Nuts achteraf eventjes een linkje... Oké. Is goed, dank je. Ander punt waar we naar aan het kijken zijn de specifieke adressering. Dus wat je ziet is eigenlijk dat je achter de voordeur van een zorgaanbieder wil gaan adresseren. Dus niet naar buurtzorg, maar de buurtzorgteam A of buurtzorgteam B of buurtzorgteam C. Eigenlijk zagen we dat we dat in de cure sector bij de BGZ-uitwisseling tussen medisch specialisten een vergelijkbaar vraagstuk hadden. Alleen ging het daar niet zozeer om locatiegebonden adressering, maar meer in de zin van diensten. Bijvoorbeeld, we hebben hier een straatheup of we hebben hier een bepaald ziektebeeld waar we graag op adresseren. Dus daar is een gemeenschappelijke werkgroep aan de slag gegaan met een TA. Die is afgelopen donderdag ook bijeengekomen. Er zijn een aantal verschillende oplossingsrichtingen verkend. En die gaan we nu wat verder uitdiepen met elkaar. Dan hebben we het gebruik van de zorginformatiebouwstenen zelf. Zien dat we daar tijdens kwalificatie en ook tijdens implementatie nu best wel wat lessen trekken van hoe die nu gebruikt worden. Ook verschillend gebruikt worden. Tussen domeinen. Hey, bijvoorbeeld de contactpersoon in de cure wordt op dit moment vooral vastgelegd als zijnde een naam en een telefoonnummer. Terwijl het in de care heel gebruikelijk is met de hele adresgegevens en mailadressen en alles erbij. Omdat gewoon die contactpersoon een hele andere relatie heeft ten opzichte van die cliënt, een heel ander belang. Je ziet ook dat in de programma's, in de standaard, maar ook in implementatie tot uiting moet gaan komen. En ook het programma zelf is natuurlijk eindig. Dus inzicht wordt waarschijnlijk opgevolgd door een implementatie- en opschalingsprogramma genaamd Vivo. En Vivo is goed aan het kijken met de huidige programmadeelnemers hoe ze dat vorm kunnen geven. Ook wat betreft inhoud. En dat wordt gesprek wordt gevoerd over de as van een zogenaamd MVP. Nou is dat geen MVP, precies denk ik hoeveel velen van jullie het in de context van MVP kennen, maar het is meer een soort vraagarticulatie. En daarvoor worden nu in eerste instantie aan de programma's gevraagd van oké, kunnen we hier tot een document komen, een soort opdrachtbeschrijving die dan in tweede instantie met leveranciers gaat worden gedeeld. En vanuit inzicht en VWS wordt ook gewerkt aan een business case voor het vervolg van inzicht. Tot slot is misschien wel even goed om te noemen dat inzicht ook gevraagd aan Hoog Hiemstra en partners om even goed nuts tegen het licht te houden.
Ze hebben op basis daarvan een adviesrapport gepubliceerd. Ik weet niet of dat al breder gedeeld is in de community, maar dat is wel een goed rapport wat mij betreft, wat veel onduidelijkheden ook bij stakeholders weghaalde over wat nuts nou wel en niet precies is. Nou, tot slot zijn we ons vanuit NICTIS met name aan het voorbereiden op een aantal externe ontwikkelingen. Er zijn een aantal externe ontwikkelingen ten aanzien van stelselbeheer. Dus net zoals dat we standaarden beheren, wordt nu ook stelselbeheer opgetuigd. Informatiestandaard overstijgend. En daar worden in eerste instantie een aantal vrij technische eisen neergelegd. Onder andere dat je aan een baseline moet voldoen. Er zijn twee baselines gedefinieerd. Eén is FIRE-STU 3 in combinatie met SIP 2017. En de andere is FIRE R4 in combinatie met SIP 2020. Nou, met E-overdracht voldoen we aan die standaard SEC. Maar we zijn wel aan het kijken hoe we dat de komende jaren door willen gaan ontwikkelen naar een volgende baseline toe. En ook daar is zeker belangrijk bij de impact van de nationale visie en strategie en de databeschikbaarheidsstrategie. Dat raakt dan weer aan de ANW-casus. En de impact van de European Health Data Space en standaarden die daar worden ontwikkeld. Maar dan hebben we het over de langere termijn ontwikkeling. Mooi. Zover. Vraag aan Giel, aanvullingen? Een paar dingetjes. Het rapport is inderdaad in de vorige community meeting denk ik ook kort aan de orde geweest. Dat denk ik niet eens meer helemaal in mijn hoofd. En zeker, het mag gedeeld worden van VWS, dat rapport. Dus voor zover ik het niet gedaan heb, zal ik dat nog een keertje doen op Slack. Ik denk dat daar al wel dat rapport gedeeld is. En die business case e-overdracht wilde ik ook nog kort op aanvullen. Wij zijn gevraagd om daar aan mee te doen. In eerste instantie waren we daar wat kritisch op, omdat het leek alsof er een vergelijking gemaakt ging worden tussen nuts, veilige mail en het LSP voor gebruik bij e-overdracht. En dat je de een van die drie zou moeten gaan kiezen. Maar na overleg met de directie langdurige zorg hebben wij begrepen dat zij met business case eigenlijk vooral de scenario's voor de doorontwikkeling op de langere termijn bedoelen. En dus de aansluiting op dat landelijk dekkend netwerk van zorginfrastructuren, et cetera. En dat zien we nu ook terug in hoe de opdracht verder wordt aangepakt. Dus ja, dat steunen we van harte. Want een van de conclusies die wij ook trokken naar aanleiding van het maken van de oplossing voor de korte termijn voor de inzichtregeling, hè, om het authenticatieniveau naar laag te kunnen brengen via NUTS, was wel van ja, we zijn er nog lang niet met de e-overdracht. Hè. Er moet nog zo ontzettend veel gebeuren. Dat is gewoon een lange termijn ontwikkeling. En iedereen onderkent dat ook. En daar zijn nu dus ook alweer mijlpalen in gedefinieerd als hè, volgend jaar juni moet iedereen wel aan hoog kunnen voldoen. Want de WDO is door de Eerste Kamer. En ook de zorgaanbieders die betrokken waren bij deze gesprekken hebben zich eraan gecommitteerd om dan het komende jaar er hard aan te gaan werken dat ook mogelijk te maken. Inclusief de organisatieveranderingen die daarbij horen, et cetera. Dus best wel veel gebeurt eigenlijk, hè, Giel, de afgelopen maand zou je kunnen zeggen. Ja, we zijn echt wel in transitie, denk ik, qua programma, qua standaard. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook in de komende maanden veel praktijkervaring nog op gaan doen. En er is eigenlijk misschien wel één punt, en dat is ook iets voor de Nuts Community om over na te denken, wat ook in de Bolt Meeting terugkwam. Wat je wel ziet, kijk, het decentrale model van Nuts heeft natuurlijk vele voordelen. Maar je ziet wel dat er in de standaardisatie dan de rol van scheidsrechter minder makkelijk te beleggen is. Dus je ziet dat bij een aansluiting op bijvoorbeeld LSP, na kwalificatie, een validatie plaatsvindt door het LSP. En daar kom je gewoon wel of niet doorheen. Dus zij hebben heel duidelijk one point of entry wat betreft de standaardisatie. Doordat we met Nuts een decentraal netwerk hebben, schakelen alle verschillende leveranciers met elkaar, hebben we dus niet dat single point of entry en is dat dat testen en het op elkaar aangesloten krijgen en op elkaar aangesloten houden van al die verschillende interacties. Het gaat dus niet zozeer om nuts, maar wel om de gegevensuitwisseling die er overheen loopt. Echt een punt van aandacht. En we zijn ook wel vanuit NICTIS aan het kijken van wat voor testfaciliteit of andere dingen kunnen we daarin gaan realiseren, maar dat is misschien ook iets voor de community om over na te gaan denken. Ja, laten we elkaar daar ook in opzoeken, want ik was erbij eventjes de afgelopen meeting en toen nam jij het op je om daar verder invulling aan te geven. Maar ik denk dat we daar ook belang hebben om als community daarover mee te denken of ook deels een rol in te vervullen. Dus laten we dat samen verder oppakken. Maar ik vind het wel fijn als jullie de lead even houden. Dat zullen we zeker doen. Mooi, Vincent? Ik weet niet of het helemaal aansluit, maar bij het
authenticatiemiddelen voor zorgverleners. Misschien goed om te noemen dat er dus momenteel nog een oriëntatie loopt over een proof of concept. Of we walletmiddelen beschikbaar kunnen krijgen waar UC-attributen in kunnen landen. Dus of we een samenwerking kunnen vinden met plannen vanuit het CIBG waar UC-attributen in een wat voor wallet dan ook op basis van standaarden gaan landen. Daar is Roland Groen ook bij betrokken onder andere. We zijn aan het kijken, ja, kan je dan als je bijvoorbeeld met DigiD op niveau substantieel UC-attributen verkrijgt, kan je die dan bijvoorbeeld opwaarderen naar een hoger niveau, doordat je ook een keer je identiteit laat zien bij een gecertificeerde medewerker bij de personeelsadministratie van jouw zorginstelling, zodat je eigenlijk een virtuele UC-pas hebt. Dat soort ideeën zijn er. Dus de vraag komt vanuit het e-overdracht inzichtprogramma. En de vraag terug is, ja, kunnen we dan ook medewerking krijgen in de lijn van alle duurzame ontwikkelingen rondom doorontwikkeling UC, zodat we ook een proof of concept kunnen doen in de lijn van de plannen die er zijn. Dat klinkt goed. Interoperabiliteit van die attributen over verschillende identificatiemiddelen heen, is dat het akkoord? Ja, op basis van standaarden. Dus dan ligt VC's voor de hand. Vincent, is dat een POC die ook bij het programma bij ons bekend is, bij die generieke functie authenticatie? Ja, deze zweeft nu tussen het programma AI-overdracht en het programma doorontwikkeling UCI. Dus er wordt nu gezocht, de opdracht is gegeven eigenlijk vanuit het programma AI-overdracht, of inzicht. En we zoeken nu voet aan de grond bij het programma doorontwikkeling UCI. Daar is Menno Landman mee bezig vanuit de Taskforce Samen Vooruit. Om te kijken of dus er is wel contact, maar nog niet, misschien nog niet op het juiste niveau, op de juiste manier. Maar we proberen ik zal even de link leggen binnen ons programmateam, omdat wij ook met POCs bezig zijn. En misschien is er dit wel eentje die al op de radar staat, maar dat weet ik niet zeker. En wellicht, wellicht dat wij daar wat in kunnen betekenen, om dat mee op gang te krijgen. Ja, heel fijn. Ja, ik denk ook dat dat fijn zou zijn. Want ik zie inderdaad, dit is gestart vanuit een blocking issue wat gesignaleerd werd in e-overdracht. Of in inzicht, moet ik zeggen. En daarin wordt iets opgelost wat natuurlijk generiek voor anderen ook allemaal van belang is. En wat ook raakt aan projecten die landelijk uitwisseling raken. Ja, ja, ja. Ja, fijn, fijn om dat te verbinden, ja. Ja, ja. Giel? Ja, daar nog één. Die ligt eigenlijk een beetje, nou, misschien buiten e-overdracht. Maar die ligt wel in het verlengde van die AMW-casus. Kijk, we zijn ook aan het kijken even buiten over dat hoe we die BGLZ-stand verder door kunnen ontwikkelen. En een van de vragen die daar nog op tafel ligt, is het houderschap. Dus het deed me goed dat Actis zo actief aan het kijken is hoe ze zo'n AMW-casus in kunnen vullen. Misschien valt daar het een en ander te combineren. En dan is er ook een stukje governance mogelijk geregeld. Ja, en ze zijn er nu niet bij, dus we kunnen ze gewoon van alles in hun vloer schuiven. Precies, maar ja. Ook overigens vanuit het inzichtprogramma zullen we gaan kijken en dat advies rondom houderschap gaan adresseren. Dus het komt vanzelf al bij Stricht. Ja, precies. Oké, okay, gek huis natuurlijk. Dit is een community meeting en geen formele werkmeeting in die zin. Dus dat. nee, dat is dat. Als jullie dit horen, Actis, dit was een grap. Oké. Okay. Dankjewel, Giel. Nog anderen? Dan stel ik voor dat we naar de volgende toepassing gaan. En dat is de integrale geboortezorg. Toon, ben jij zover? Ja, dat denk ik. Kijk, gewoon 15, 13. Even kijken, ik wil een paar puntjes even roepen. Ik had niet veel tijd, had ik begrepen, van Sergei. Maar als ik dat zo even volg, dan kan het allemaal wat langer duren. vanuit K-Codex hebben we de focus op eindgebruikers, netwerkszorg, vertrouwensmodellen. En wil ik nu even hebben over de localisatie en toestemming. Dat zijn wensen vanuit de netwerkzorg. Ik loop ze alle vier even langs. We hebben de focus op de eindgebruikers en ik denk dat bij jullie inmiddels wel bekend is dat wij de vier groepen herkennen. Primaire zorg, cliënt, patiënt en de zorgverlener. En secundair gebruikers, zorgorganisaties en de onderzoekers. En dan is de focus bij ons boven de motorkap. Dus niet de techniek, maar meer van wat hebben de mensen er nou aan en wanneer kunnen ze er wat mee.
Wij hebben een nadruk op governance in beheer, dus de governance na implementaties. En er is natuurlijk aandacht over onder de motorkap, gericht op generieke functies, de groeimodel, standaarden en de vendor lock-ins. Zaken die we continu tegenkomen, die geadresseerd moeten worden. Met de standaarden bedoelen we internationale standaarden, zoveel mogelijk. Maar waar niet kan, dan Nederlandse standaard. En waar dat weer niet kan, dan lokale standaard. Dus uiteindelijk is het importeren naar wat kan er vanaf zo generiek mogelijk. En de generieke functies natuurlijk ook met datgene wat er nu loopt voor de normen en voor de wegen. Anders dan ketenzorg hebben wij dus de focus op netwerkzorg. En wij positioneren EO-gedracht en BGZ juist onder het gebied ketenzorg. Sturen van A naar B. En of dat nou met een notified pool gaat of niet, dat maakt niet uit. Maar het is eigenlijk een overdracht van data van A naar B. Waarbij A bepaalt wat B te zien krijgt of wat er in de norm staat. Terwijl wat wij nu zien in de netwerkzorg vragen, is er een zorgverlener die gegevens raadpleegt. En dan bedoelen we daarmee relevante gegevens en wat er past binnen de toestemming. Baby Connect is er zo een, want je hebt het daar over de groepenzorg, verloskunde, kraam, gynaecoloog, echo, laboratorium en kinderarts. En dat moet allemaal samenkomen. En uiteindelijk is dat de idee dat daar ook gebruik gemaakt wordt van de gegevens van de huisarts. Maar op dit moment werken we nog even met datgene waar wij zicht op hebben. En dat is het perinataal woordenboek en dataset. Dus de informatiestandaard van de geboortezorg. En dat moet nog gekoppeld worden via de ZIPS met die van de huisarts. En de eindgebruikersgroep 4 wordt bediend door KIKV. Het is nog niet zo dat KIKV de normen heeft staan voor primaire zorg, maar veel meer voor secundair gebruik. We zijn juist met ze in een gesprek over hoe kan dat toch ook gebruikt worden voor primaire zorg. Want we zien nou wel degelijk, dat is wat ik hiervoor noemde bij de zorgverlener, dat we steeds meer zien dat de zorgverlener een onderzoeker aan het worden is, maar dan voor rondom die ene patiënt die tegenover hem of haar zit. Om dan te kunnen kijken naar algemene data ten opzichte van deze persoon. Wij noemen dat de patients like my patient opvraag. Waarbij dat wel een anonieme opvraag is, maar uiteindelijk advies kan geven over het huidige proces. En dan even naar de nutsgang die we daarin zien. Ik noem hier met nadruk noden en niet nutsnoden. Want nuts zien we als een mogelijke vorm van nodes. Anderen zouden daar ook mee kunnen praten. Bijvoorbeeld TWIN of andere ideeën die er nog komen, die met elkaar moeten kunnen communiceren. Het moet dus niet zo zijn dat het alleen maar nuts is. Maar wat we wel zien is dat een node een vertrouwenspunt is. En dat achter dat vertrouwenspunt dan de data beschikbaar is. Dus het is ook meer een soort voordeur, een sleutel, een toegang, een wat je dan wil is dat die node ook gecertificeerd gekwalificeerd is. Dus dat die op hoog niveau veiligheid biedt. Daarom vertrouwensmodel. Waarbij we ook definiëren dat een node praat met een node. Dus buiten een node praat je niet, want je weet niet wie dat is. Het is niet geïdentificeerd, niet geauthenticeerd. Tenminste, je weet niet hoe dat is gegaan. Terwijl als dat volgens de kwalificaties is gebeurd, dan weet je dat wel. En daarmee is een vertrouwensmodel gewenst. Wat wij nodig hebben in de geboortezorg is dat Maastricht kan praten met Limburg. En dat er dus niet daar dezelfde afspraken of een juridische afspraken liggen voor samenwerking, maar dat je weet dat dat een goede node is en dat daar data achter zit waarvan de cliënt heeft gezegd dat je daarmee mag praten. Binnen de nutsomgeving hebben we natuurlijk wel meerdere keren testen gedaan, ook samen met Jorrit. Een nutsnode per zorgaanbiederteam is wat we voor ons zien als gewenst. We krijgen wel continu de melding, dat is moeilijk, dat is te duur, dat is te complex, maar dit is wel de wens. En de vraag is meer van hoe kunnen we dat dan invullen als daarover nadenken.
En daartegenover staat de Bolt zorginzage, waarbij het de idee is dat daarmee de ingangoverzicht van relevante gegevens gecreëerd kan worden via het individueel zorgnetwerk. En juist het individueel zorgnetwerk heb je nodig om te vinden waar alles staat. Dus we zien het individueel zorgnetwerk als een gereedschap voor localisatie. En op dat individueel zorgnetwerk kan dan dus ook de toestemming komen te staan. Hier had ik het dus net over. Het individueel zorgnetwerk positioneren we als zeer sterk en belangrijk. Per team, we praten ook nadrukkelijk even per team noden. Het is niet zo dat een cliënt toestemming geeft aan een ziekenhuis, maar juist aan de afdeling gynaecologie van dat ziekenhuis. Waarbij een verloskundepraktijk één team is. En een kraampraktijk één team is, maar binnen een ziekenhuis er meerdere teams zijn. En ik heb deze net even toegevoegd op basis van wat ik net hoorde over de Service Design Week. Prachtig, maar we zien eigenlijk meer de wens om dat soort testen of designs te gaan doen voor de hele zorg. Dus niet een focus voor alleen de ANW of alleen geboortezorg, maar juist generiek voor hoe kun je zorgen dat gegevens gedeeld kunnen worden naar wens van de eindgebruikers. En welke techniek hoort daar nou bij? En dus niet alleen ANW, maar juist veel breder. Waarom is er een verschil? Nou. Super, dankjewel Taan. Een paar aanvullingen voordat we de vragen openen. Ik heb met jullie gesproken. En een aantal partijen, waaronder Hink, die nou betrokken zijn bij de beproevingen in jullie Baby Connect programma. En daarbij hebben we een paar nieuwe afspraken, denk ik, gemaakt. Eentje is, er is een aantal functies wat daar nog ingevuld wordt onder de motorkap, zoals jij dat noemt, die kandidaat zijn om te standaardiseren. Voor twee daarvan zijn ook al werkgroepen begonnen dit jaar in de nutscommunity. Voor twee of drie anderen nog niet, maar daarvan is men bereid om daar ook zeg maar stapje voor stapje open standaarden voor te gaan en open afspraken over te gaan maken. Dus dat is denk ik een goede beweging. Daarbij is ook gezegd, daar moeten meerdere leveranciers bij betrokken zijn. Ook dat is inmiddels gebeurd. Hè. Er hebben zich meerdere leveranciers uit de geboortezorg gemeld die zeggen, daar willen wij heel actief over mee gaan denken. En we hebben ook gezegd, het zou fijn zijn als jullie als bureau daar een faciliterende en initiërende rol in willen nemen. Om die toepassing verder door te ontwikkelen. En ook daarvan hebben jullie gezegd, ja, dat willen wij graag doen. Ja. Dus ik denk dat dat hele fijne en goede afspraken zijn om ook deze toepassing zeg maar, ja, een beetje te reorganiseren. En de rollen beter te verdelen met elkaar voor die volgende fase. Dus ja, dat is een nadrukkelijke groeimodel. Inderdaad, we kunnen werken met wat er nu is. Zodat de zorgverleners, zeg maar de eindgebruikers, krijgen wat ze nodig hebben. En dat we dan doorgroeien naar wat we echt willen. En dat wil niet zeggen dat we moeten wachten totdat alles er is wat we echt willen. Maar dat we daar samen met de verschillende toepassingen daar naartoe groeien. We komen natuurlijk vanuit de fax. Ja, dus wat dat betreft niet meteen het mooiste neerzetten wat er is. Maar juist groeien naar wat kunnen we vandaag al bieden voor de eindgebruikers. Precies. Ja, ja, en dat is ook daarbij onderkend. Hè? Want we hebben heel vaak hebben het over, hé, hey, maar nog beter zou zijn dit. Maar dan vergeten we even live te gaan met wat er nu al kan. En we doen het allebei, nadrukkelijk. Ja. Daarom is die governance ook weer belangrijk. Dat je het ook daarin wel met elkaar blijft bepalen. Heeft dit zin? Is het niet te duur? Is het niet te complex? Kan het slimmer? En is het misschien soms wel tijd om even te wachten? Ja, dus er is juist met elkaar denkkracht nodig om dit goed in te vullen. En ik denk dat we dat inmiddels steeds meer aan het invullen zijn, ook samen met jullie, om hier vorm in te maken. En ja, ik ben daar in ieder geval blij mee hoe dat loopt. Ja, wij ook. Super. Dankjewel, Toon. Ron? Vraag je naar aanleiding van wat jij zei, Sergey. Vanuit Nut zijn er op twee functies onder de motorkap dingen gerealiseerd. Heeft dat iets te maken met de generieke functies? Want die zag ik onder de motorkap staan. En toen was ik op zoek naar, welke dan? Ja, volgens mij autorisatie. En dat zou een generieke functie zijn, waar die hier ook verder wordt uitgewerkt. En de andere is.
Daar ben ik het niet mee eens, Sergej. Maar dat is, dat, je moet echt even in de naamgeving hier hebben. Kijk, uiteindelijk komt erop neer, wat wordt er bedoeld met autorisatie? En we zijn ook in volle discussie met de NEN-werkgroepen over dat soort termen. Maar wat wij zien is autorisatie is, wat mag een zorgverlener zien uit hoofde van zijn functie? Waar is hij toe geautoriseerd om te kunnen zien? En de autorisatienaam is binnen de nutscommunity gebruikt om te kijken wie mag met wie praten. Ja, dus het is even de vraag van, hebben we het over dezelfde rol die bij die naam hoort? We hebben het genoemd de werkgroep consent en autorisatie. Dus zo heet die nou eenmaal op dit moment. Dus die kan altijd veranderd worden als de inhoud beter aan zou moeten sluiten bij iets anders. Maar dan zou ik zeggen, laten we dat in die werkgroep zelf bespreken. Ja. Het gaat om consent, toestemming en autorisatie in de zin van wie mag met wie praten en niet in de zin van wat mag diegene. Klopt. Nou, bij ons dus wel, maar okay. bij de nutsie niet. Dus het is even inderdaad... Maar goed, hij zit een beetje daar. Oké. Okay. Ja, en de andere werkgroep heet Multiple Vendor. Dat gaat inderdaad over dat er meerdere IT-leveranciers per zorgaanbieder kunnen zijn. Dus ook meerdere nutsnoders. En de spanning die dan ontstaat als je per zorgaanbieder een nutsnoder wilt. En hoe gaan we daar nou mee om? Nou, dat is ook een punt van aandacht. Wij hebben het dus niet over nutsnoden per leverancier, maar nutsnoden per zorgaanbiederteam. En binnen een team kunnen meerdere zorgtoepassingen draaien. Dus het is meer van, waar zit nou die node aan vast? En dat is even de puzzel. Want ook daar hebben we ook uitgebreid over gehad met Jorrit. En zijn we nog steeds aan het zoeken. Maar wij zien inderdaad de zorgaanbieder team als nutsnode. En niet een leverancier. Dus het is... En wat is nou de goede weg? We weten het nog niet. Dus het is ook hier geldt weer, wat kan er nu wel? En hoe kunnen we het invullen? En dat is ook wat we aan het doen zijn, zoals je het goed aangaf, Sergej, met Hink. Waarbij we het ook compleet neer kunnen zetten als geheel. En dan binnen één nutsnode de verschillende zorgaanbieders aanwijzen. Als weg naar een toekomst. Ja, ook dat is weer een groeimodel. Ja, en dit toont dus aan hoe we omgaan met zo'n wens. Hè? Want dit is specifiek, willen jullie hierin voorop lopen of je hebt deze specifieke problematiek. Maar het raakt ook aan dingen die ik Giel hoorde zeggen over, hè? Hoe adresseer ik achter de voordeur van een ziekenhuis een team. Dat lijkt hierop. Ja. Ja, exact. Dat zou ik net zeggen. Het is wel goed om misschien kennis te nemen van de discussie die we in die werkgroep rondom adressering op dit moment voeren. Waarbij we ook inderdaad naar staande IAE-profielen aan het kijken zijn. En daar komen we in de bot-meeting van heel op terug. En die adressering, Giel, die gaat over adressering tot op afdelingsniveau. Ik heb dat ergens anders ook gehoord. Ja, dat wat je eigenlijk ziet is twee verschillende use cases. Even grofweg gezegd. Je hebt de use case in de care, waarbij je eigenlijk vergelijkbaar is met geboortezorg. Waarbij je dus zeg maar wil specificeren naar afdeling of naar zorgteam of naar in ieder geval generiek georganiseerde services die afhankelijk zijn van locatie. Laat ik het zo maar even definiëren. Ja, ik ken de vraagstuk. Ja. En anderzijds heb je in de cure heb je veel meer dienstgeoriënteerde services. En wat je ziet is dat je, als je kijkt nu naar modellering, dat je ook, zeg maar, enerzijds... oh, help me, Vincent. Waarmee? De verschillende technische namen van beide oplossingen. Oh, dus voor diensten kun je bijvoorbeeld... Activity definitions in Fire voor gebruiken. En healthcare services sluit wat meer aan bij hoe het IAE-profiel gemodelleerd is. Als Fire resource. En ja, we waren er eigenlijk wel tot nu toe achter dat je beide kunt inzetten. Dat het een waarschijnlijk hybride model wordt dat beide inzetbaar zijn. Maar dat we gewoon goed even moeten afstemmen hoe dat naar de toekomst toe doorontwikkelt. Naar nieuwere versies van Fire en naar... dan wou ik eigenlijk even contact op moeten nemen met IAE. Omdat de Fire Activity Definitions nog niet zo goed in dat model van die IAE-profielen past. Ja, we zijn ook aan het kijken. Ook voor, kijk, we hebben natuurlijk ook in de gang vanuit Baby Connect, eigenlijk de geboortezorg, ook sprake van acute overdracht. En dan is het wel lijkend op een push-model. De vraag is ook steeds van, is het niet mogelijk om modellen zodanig te combineren dat het allebei kan?
Ja, dat zien we. Kijk, want bij e-overdracht zien we ook, zeg maar, dat we ook naar de databeschikbaarheid toe willen werken. Dus je ziet, denk ik, overal dat je beide, zowel de pool als de notified pool of push, hoe je het noemen wilt, moeten kunnen ondersteunen. En je ziet ook kijken van, oké, hoe gaan we dan met die adressering om? En dat is een generieke vraagstuk. Dat speelt bij BGZ, dat speelt bij e-overdracht, dat speelt bij geboortezorg. Dus dat is precies mijn boodschap. Van die zorg en dat er dan dus ook, als je het dan hebt over die designgang die je net genoemd hebt, service design, dat je dan zegt van, ja, doe dat dan niet alleen voor AMW, maar juist voor de zorg. Maak het even iets groter en kijk dan wat er dan bedacht kan worden, waardoor het wel kan. Ook al is het een groeimoment, want het kan nog steeds zo zijn dat het nog niet af is. Maar is het dan niet zo, Toon, dat we zeggen, kijk, er is altijd een heel specifieke use case helpt wel om dingen te doen in een week, bij wijze van spreken, die ook concreet zijn te toetsen met eindgebruikers? Tuurlijk, is ook zo. Alleen als dan ook andere partijen meedoen die misschien zich niet direct herkennen in ANW, maar wel zien van, hé, daar zit een netwerkzorgparadigma onder. Kom meedoen, zou ik zeggen, en breng dat juist in van wat moet generiek zijn en wat is specifiek. Ja, maar zo dus. Ja? Ja. Precies wat je het nu aangeeft. Het gaat hem ook even om toch iets strategischer kijken. Ook even kijken naar de EADS-touwtjes. Weet je wel, dat het even wat breder. En dan weer imploderen naar, oké, wat kunnen we dan nu mee? Ja, heel goed. Ja, dus dit is een oproep aan mensen die zich nog niet in ANW herkenden om wel ook aan te sluiten bij die Service Design Week. Ja. Dat er een aantal patronen onder zit die op andere plekken ook herbruikbaar zijn. Waar je specifiek aan toe moet voegen. Ja, misschien aanvullend, want wij zijn inderdaad ook in het kader van inzicht, zijn we juist ook met die databeschikbaarheid bezig. Want bijvoorbeeld de overdracht vanuit de VVT naar het ziekenhuis is vaak een spoedsituatie. Hè? En dan heb je niet altijd dat de verpleegkundige overdracht of de medische overdracht allemaal netjes uitgetypt al in het ziekenhuis zijn, wanneer de patiënt er al is. En dan wil je ook graag die inzage. Hè? Dus wij zijn ook met Hink bezig inderdaad, om te kijken van, hey, hoe kunnen we nou voor die zorgverleners zo'n integraal, we noemen dat nu even werknaam 360 graden beeld, maar zo'n integraal overzicht te hebben. En dat doen we ook dus in het kader van de overdracht. Dus ja, dus wat Toon zegt, hè, dat je wat breder kijkt dan alleen maar die casus. Maar dat je misschien een andere manier van kijken, dus bijvoorbeeld geplande zorg of acute zorg, of weet je, dat je die insteken neemt in plaats van de use cases die we al 100 jaar kennen, even ANW-zorg. Ja, wat wij vanuit generieke functies bij VWS doen, hè. We hebben die 5 uitwisselingen van de wegen die geprioriteerd zijn. Acute zorg hoort daar nu ook bij, hè, naast die 4 die eerder al geprioriteerd waren. Zoals ik ernaar kijk, moeten die generieke functies in ieder geval, hè, en ik hoor hier heel veel lokalisatie- en adresseringsvraagstukken, moeten die generieke functies zo worden ingericht dat het niet alleen over die 5 gaat, maar over alles. Hè. Dus, want heel veel behoeften die zijn in verschillende use cases toch hetzelfde. Hè. Je moet je toch identificeren, authenticeren. En het gaat ook om een bepaald level, tot op welk aggregatieniveau jij informatie wil lokaliseren, CQ die voor adressering nodig is. Dus ik zie dat wel heel generiek. We hebben wel een prioriteit op die 5 liggen, want die zitten in de weges. Maar het kan niet zo zijn dat we met die 5 stoppen en dat we niet breder kijken. Nou, maar ik denk dat het precies zo is, zoals Sergej het net ook aangaf. Je hebt wel eens een use case nodig om het erdoor te zetten, maar generiek kijken zorgt ervoor dat je in ieder geval een totaal overzicht houdt en dat het daarna dan kan doorgroeien naar meer use cases. En je wil uiteindelijk een oplossing hebben voor specifieke use cases, maar het moet niet zo zijn dat daarna alles weer opnieuw moet beginnen. Nee, ja. Mooi, dit is een... Dat hebben we al een poosje, maar het komt nu ook samen als het gaat over zo'n design week. Van hé, dat is dus niet alleen voor de ANW, dat is voor ons allemaal belangrijk. Ja. Om daar ons bijdrage aan te leveren en onze kennis uit te halen. Ja. Mooi, nog meer vragen aan Toon over de update van integrale geboortezorg? Nou, inmiddels ook IKNL delen van gegevens ten behoeve van palliatieve zorg. Ja, dus, en ook daar is nadrukkelijk de vraag gesteld, kan dat op dezelfde manier architectuur als wat we doen met geboortezorg? Ja, dus het wordt al wat breder, ook bij ons. Dus het is niet meer alleen geboortezorg, het is nu meer de kapstok, netwerkzorg. Mooi, fijn.
Dank. Dan gaat de bal naar Jorrit voor een update over de BGZ. Jorrit. Hier zit de microfoon. Ja, even, hoe lang heb ik, Sergei? Nou, het zou mooi zijn als we om 3:30 vandaag zo'n beetje af kunnen ronden. Dat geeft ons. En er is geen andere agendapunt, begrijp ik. Nee, hierna zijn de rondvragende mededelingen, dat klopt. Ah, oké. Nee, maar dan, ik heb heel veel slides, maar dan weet ik een beetje waar ik door moet spoelen. Ik ga even mijn scherm delen. Zien jullie een Safari? Google Presentation in Safari? Zeker. Ja. Nou, ik heb de laatste tijd een beetje de irritante gewoonte om overal emojis in te zetten. Dus als je daar moeite mee hebt, dan heb je de komende 5 tot 10 minuten dan een probleem. Wat leuk dat je het zelf irritant noemt. Ja, maar ik kan het toch niet onderdrukken. Kijk, ik ben 6 jaar geleden gestopt met roken en 2 jaar geleden gestopt met drinken. Dus dan deze irritante gewoonte, die is dan denk ik het minst schadelijk, zou ik willen zeggen. Oké. Maar, even zien. Dit zijn de 3 dingen die ik met jullie wil bespreken. Dus, dit is trouwens het Engels, deze slides. Omdat we tegenwoordig ook internationale vendors hebben die met ons meedoen. Dus dat lijkt me leuk. Ik wil het ook even over die Twin TA hebben. Omdat die heel erg samenhangt met die BGZ-verwijzing. En ook over de LSP Knuts Hackathon. Want die hangt ook weer mee samen. Dit, hier staat heel veel, maar de belangrijkste boodschap staat bovenaan. We zijn on fire, daar bedoel ik niet mee dat we de fire data standaard gebruiken, maar ook dat het wel echt wel goed gaat, volgens mij. We hebben een hackathon gedaan, 3 weken geleden volgens mij. Nou, dat was echt een feestje. Echt cool, met toffe leveranciers. Ook eentje uit Slovenië zelfs, die gewoon meedeed en het gewoon in een paar dagen praat had. Werkende testsoftware ook gemaakt met Interoplab. Echt cool. En dus niet alleen verwijzing gedaan, maar eventjes als bijvangst ook nog aanmelding voor multidisciplinair overleggen geïmplementeerd. Dus dat was echt cool. Als je daar meer over wil lezen, er staan wat links. De specificaties daarvan, die zijn niet officieel gepubliceerd op de Nuts website of op de Nuts Gitbook. Die zitten nog in een Google Doc, maar ze zijn er wel, dat linkje. En wat wel leuk is, ik zag net Frank ook nog, ik weet niet of hij er nog is, maar wat we dus in die hackathon 2 weken terug hebben gedaan, daar wordt nu dus ook echt aan gewerkt en dat echt in het echt, zeg maar, te gaan implementeren. Dus het is niet alleen maar hacken, maar ook gewoon mensenleven redden, zou ik bijna willen zeggen. Gewoon het echte werk. Onder andere in Zuid-Limburg. En samen met Frank ga ik ook hierover, over fire en nuts. Of eigenlijk hoe je iedereen met fire leuk, maar hoe doe je dat nou schaalbaar? En dat zou je wel eens met nuts kunnen doen, gaan we op de Fire Dev deze praatje houden. Even inzoomen op die hackathon. Deze mensen waren er allemaal bij. Deze use case hebben we gedaan. Dit sla ik even allemaal over. Nou, ik heb een nieuwe term gecoind. De Scalable Secure Fire Stack. Dat resoneert nog niet overal bij iedereen even goed. Maar mijn idee was van... het helpt niet eigenlijk. Het helpt vaak niet om altijd maar nuts te noemen. Dus ik dacht, als ik nou 1 niveautje verder ga... Kijk, de meeste bestuurders, die weten vaak nog net wel wat fire is. Maar als het gaat om standaarden voor vindbaarheid en vertrouwen, ja, daar hoef je natuurlijk echt niet mee aan te komen. Dus ik dacht, als ik nou een naam kan verzinnen die eigenlijk die datastandaard centraal zet, maar eigenlijk gaat het meer over het schaalbare, veilige deel wat ervoor zit... Misschien helpt dat. Maar het is een term, Scalable Secure Fire Stack, is ook, dat bouw ik hier even op, kunnen jullie nalezen. En die stack ziet er dan hier zo uit, zoals je hier rechts ziet, met Fire en met andere standaarden eronder. En het goede nieuws is natuurlijk dat Nuts die standaarden allemaal introduceert. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan kun je er ook DICOM overheen gooien, of OpenEHR, of RDF, of OMOP, of wat dan ook. Dat is een beetje de kracht. En dus infrastructuur onafhankelijk. Oké,
Zolang niemand inbreekt, ga ik gewoon lekker snel door. Jorrit. Want zo, precies wat je nu net aangeeft, dat de definities zijn van de stack. Betekent dus ook dat het niet alleen nuts hoeft te zijn, maar dat ook anderen daaraan kunnen voldoen om precies dat als standaarden te gebruiken. Want dan kun je weer met elkaar praten. Ja, dat was ook een beetje mijn idee. Laten we het niet meer nuts noemen, maar laten we het gewoon de Scalable Secure Stack noemen. En iedereen mag die standaarden implementeren. En dat nuts dat toevallig al heeft gedaan is gaaf. Maar als zorgplatform of wie dan ook er zin in heeft, kunnen ze dat ook gewoon doen. En die standaarden die komen overigens niet uit de lucht vallen. Hè. Die staan gewoon in het Architecture Reference Framework. Dat is een stuk dat onder de EIDAS-verordening hangt. Ja, er worden die standaarden gewoon in aanbevolen. Dus samen met de EIDAS-terrein, die toch wel redelijk op ons af en denderen is, komen die standaarden mee. Dus het zou eigenlijk heel gek zijn om nog heel veel andere dingen te gaan verzinnen dan dit stekje van standaarden. Want we weten gewoon dat het op een gegeven moment gewoon vanuit Europa... nu is het nog een dringend advies, maar op een gegeven moment zal het een verplichtende karakter gaan krijgen. Dus mijn idee hiermee was ook een beetje, jongens, zullen we een keer zullen we stoppen met nog heel veel andere dingen onderzoeken en dit gewoon als een de facto dingetje pakken. En als iemand een ander heel goed idee heeft, dan horen we dat graag. Maar ik ben hier nu, denk ik, hoe lang ben ik hier bezig? Een jaar of 4. En ik heb eigenlijk nog nooit iemand, ben er nooit iemand tegengekomen die echt een heel goed alternatief wist te presenteren. Dus, maar even naar de TA. Twin heeft samen met VIP5 de Taskforce Samen Vooruit werkgroepje geformeerd om een generieke technische afspraak voor Notified Pool te maken. En vorige week of twee weken geleden is 0.99 daarvan gepubliceerd. Dus dat is goed nieuws. Duimpje omhoog. En wat ook goed nieuws is, is dat de toepassing op nuts voor de BGZ daarvoor best wel een aardig deel mee in lijn is. Bijvoorbeeld het notificatiemechanisme. Het wijkt wel een beetje af van dat van e-overdracht, maar dat hebben we wel in die nutstoepassing BGZ hebben we dat gewoon overgenomen. En ook getest in die hackathon. Dus dat is goed. Alleen, er zitten ook wel wat gaps in, duimpje omlaag. En die zitten met name op die generieke functies authenticatie en autorisatie. Daarmee bedoel ik niet de medische autorisatie, die Toon bedoelt, maar de autorisatie als in gewoon het geven van toegangsrechten in het algemeen en het checken daarop. De dingen die in die TA staan zijn niet per se compatibel met de nutspecificaties. Er is een document over geschreven door mezelf. Er staat er ook bij, disclaimer, written by a DID VC ARF fanboy, dat ben ik. Ja, dus het is wel een beetje geschreven vanuit dat ik heel erg geloof in die standaarden. En dat ik eigenlijk het jammer vind dat mensen daarvan afwijken. Maar daar kun je in ieder geval aan de hand van allemaal stoplichtjes en tabelletjes kun je kijken waar de schoen wringt. En gelukkig, dat mag ook bijgezet, bij heel veel punten wringt de schoen helemaal niet. Dan hebben we gewoon een redelijk goede fit. Die working group die gaat gewoon door. En tot nu toe zat ik daar namens Tenzinger, wat een deelnemer van de Nuts Community is, zat ik daarin. En ik denk dat ik daar ook wel mee doorga. Maar het zou op zich ook niet vervelend zijn als er nog wat meer vendors vanuit de Nuts Community zouden aanhaken. En misschien tussen haakjes samen met mij wel willen helpen om die standaarden daar een beetje te pushen. Nou, je merkt het, ik ben een vrij transparant persoon. Dus dat over de TA Notified Pool. Dan hebben we nog een LSP Nuts Hackathon. Die daar ook weer mee samen hangt. Want dat is wel cool. Dat 24 en 25 mei, dat is over anderhalve week.
gaan we dus een BGZ-verwijzing doen van een nutsdeelnemer naar een LSP-deelnemer en andersom. Ik denk natuurlijk, hoe kan dat nou? Ja, dat dachten wij ook. Maar toen gingen we gewoon met een paar architecten en developers een paar keer een paar uur in een hok zitten. En het kan gewoon. Ik bedoel, je moet je best doen, maar het kan. En hoe we dat gaan doen, dat is, in mijn hoofd was het heel logisch van stop hammer time naar stop proxy time. Maar nu ik het aan jullie vertel, denk ik, het is vrij een vage connectie. Maar in ieder geval stop proxy time, want hoe we dat gaan doen is gewoon dit. Links zie je LSP, rechts zie je NUTS, links het LSP-netwerk, rechts het NUTS. We zetten gewoon een ding in het midden. Heel ordinair, een proxy die gewoon ervoor zorgt dat eigenlijk alle mensen in de LSP-wereld gewoon lekker hun LSP-ding kunnen blijven doen. De mensen in de nutswereld kunnen lekker hun nutsding blijven doen. En dat groene blok, we noemen het ook echt het groene blok. Dat zorgt ervoor dat die verschillen geabsorbeerd worden en dat die vertalingen allemaal plaatsvinden. Het is natuurlijk niet de mooiste oplossing op aarde voor zo'n probleem als dit. Maar wel een hele haalbare, denken wij. Maar dit is toch dit is dan precies waar het om ging in de definitie, hoe kan het wel? En een groeimodel, want uiteindelijk kan hiermee gaan groeien naar langzamerhand gaan een aantal van die functies in het tussenblok ertussenuit. En op een gegeven moment loopt het op, want het is niet meer nodig, maar in de tussentijd heeft het wel gewerkt. Ja, maar Ron zit natuurlijk ook in deze call en we hebben natuurlijk als ambitie om allerlei infrastructuren in Nederland aan elkaar te gaan knopen. Oké, we kunnen natuurlijk niet tussen al die infrastructuren weer dingetjes ertussen gaan zetten. Ja, dat kan wel, maar dan denk ik dat ik wel gebeld word door de decaan van waar ik ooit ben afgestudeerd met informatica, dat hij vindt dat ik misschien mijn diploma weer moet leveren. Dat is natuurlijk geen schaalbare situatie. Maar voor nu, voor zo'n hackathon. Jorrit, het gaat toch niet om jouw diploma, het gaat toch om de eindgebruikers? Dat is zeker waar. Nee, dat is zeker waar. Dus het mooie van deze oplossing, ik merk dat ik me toch een beetje, ik vind hem, het is gewoon een mooie oplossing in de zin dat iedereen kan blijven doen wat hij deed. En dat het dan in één keer het toch gaat werken. Maar technisch is het hier en daar niet zo charmant. Maar inderdaad, het gaat erom dat het gewoon gaat werken. En even wat verwachtingsmanagement. Hè? Dus we gaan 24, 25 mei hopelijk aantonen dat dit kan. Er zitten echt nog wel kinderziektes in. En we verwachten dat we nog wel één of twee van dit soort rondjes nodig hebben. Van een paar maanden voorbereiden en dan zo'n halve week hackathon. Om echt iets te krijgen waarvan we richting een misschien een productiesituatie kunnen werken. Dus het is niet zo dat dit even voor de zomer even live staat of zo. Ik denk zelfs dat als we dit willen, om het voor de kerst zeg maar live te kunnen krijgen, zouden we al heel erg ons best moeten doen. Wat wel heel fijn is, los van de techniek en de inhoud, is dat het gewoon heel leuk is. En we werken echt super fijn samen met VZVZ in dit project. In het verleden was natuurlijk best wel nog wat gejijbak en gehullizullied tussen NUTS en VZ. Of tussen NUTS en TWIN of wat dan ook. Maar dit is gewoon echt leuk. En we worden goed gefaciliteerd. Er is begeleiding vanuit het proefsprogramma. Dus dat is allemaal niet inhoudelijk of zo. Maar ik denk wel een hele belangrijke bijvangst. Super. En, ik vraag om af te ronden. Ja, ik ben ook klaar. Ik heb geen slides meer. Super, dank voor jouw update. Fijn om dit ook eventjes allemaal mee te krijgen. Zijn er vragen aan Jorrit of aanvullingen? Nee, ik had een vraag. Ik denk dat het heel mooi is van oplossingen, Jorrit. Ik kan me voorstellen dat zo'n proxy-constructie het geweld of geweld aandoet en misschien van een van de principes qua governance van dan wel VZVZ, dan wel van NUTS. Ik was benieuwd, is dat gesprek gevoerd? Ja, we weten dat dit gaat schuren hier vandaag.
We proberen dat nu vooral transparant te maken en op te schrijven dat we hier inderdaad nog afspraken over moeten maken. Maar dat, dat hebben we buiten de scope van deze hackathon gehouden. Ja, die gaat echt meer op. Krijgen we het technisch voor elkaar? En kunnen we die energie een beetje creëren om vervolgens inderdaad dat lastige gesprek over governance met elkaar te gaan voeren? Okay. Mooi. Nog meer vragen aan Jorrit? Ja, ik denk ook dat, dat we hier natuurlijk van leren over het groeipad. Hè? Dus door dit te doen krijg je hele concrete input voor het groeipad om zaken naar elkaar toe te laten groeien. Hetzelfde gaat voor die TA, denk ik. Hè? Die fitgap-analyse, ook hele concrete input voor het groeipad. En tegelijkertijd dingen gewoon werkend krijgen die nu dan al kunnen als tussenstappen. Ik denk dat we daarmee ja, idealisme en realisme gewoon op een mooie manier aan het balanceren zijn met elkaar. Dus petje af voor die ontwikkelingen. En blij om te horen dat die samenwerking steeds leuker wordt ook. Want dat ging inderdaad nog wel eens met wat chagrijn gepaard hier en daar. En dat wil niet zeggen dat dat er al, nou, dat kan ook een functie hebben, zeg maar. Maar als dat lang duurt, is dat niet leuk. En nou ja, lol. Nee, maar ja, je ziet het op allerlei fronten. Hè. Het was natuurlijk bij Twin Keer Nuts was het al hartstikke leuk. En nu bij waar jij in het begin over vertelde, voor dit landelijk vertrouwensmodel, is het ook hartstikke gezellig. Dus uiteindelijk wordt het steeds, ik denk dat we steeds beter aan het samenwerken zijn met steeds meer partijen. Ja, dat is goed. Dat is een goede conclusie, denk ik. Vincent? Nou, in het verlengde daarvan nog, de bedoeling is dat we ook vanuit Chipsoft aanwezig zijn op die hackathon, omdat we de TA, het eerste stuk daarvan, willen beproeven. Dus dat we eigenlijk parallel aan het hoofdprogramma wat Jorrit net presenteerde, dat we ook die... Het moment dat daar andere leveranciers zijn die ook met de TA bezig zijn, benutten zodat het niet allemaal stukken papier zijn, maar dat we ook met elkaar kunnen testen, afstemmen en snel tot die kruisbestuiving komen. Gaaf. Mooi. Dank voor die toevoeging. Alright, mensen, ik stel toch voor om het FUT-punt dan naar de volgende keer te verplaatsen, als daar geen bezwaar tegen is. Want dan zitten we zo rond 3:30 en dan kunnen we iets eerder afronden. Dat is op vrijdagmiddag meestal geen probleem. Misschien heb ik nog iets gemist, Sergey, maar kipvee? Ja, dat heb ik al bij het begin van de agenda kort gezegd, maar ik zal het nog even herhalen inderdaad. Goed dat je het zegt, Toon. Ik heb Bram van der Sluis gesproken en die zeggen, de volgende community meeting hebben we meerzinnige informatie te melden over de stand van zaken bij Kikvee, want daar gaan we deze maand best wel grote stappen in maken, zei hij. Dus daar komt een wat uitgebreidere update van op de volgende community meeting. Oké, nee, prima. Duidelijk. Check. Nou, als er dan verder niks meer is, dan dank ik jullie en dan zien we elkaar weer in het veld en over een paar weekjes 6 juni in de volgende community meeting. Super, dankjewel. Goed weekend. Goedjes allemaal. Dankjewel, fijn weekend. Hoi. Hoi.